Burgerbelang over Betuwe verweert zich tegen de plannen van ProRail. Eerder zou hier langs de A15 bij buurtschap Reet het project Rail Terminal Gelderland gemaakt worden. Dit was een project voor het laden en lossen van treinwagons. Na veel ophef en rechtszaken hierover werd het plan uiteindelijk van tafel geveegd door het uitblijven van een investeerder. Maar nu komt ProRail met een soortgelijk plan, tot onvrede van BOB. Begin dit jaar werd de railterminal afgeblazen, maar al gauw erna kwam een nieuw plan van ProRail. Art op de Weeg denkt dat de buurt hieronder zal lijden. Ja, dat is eigenlijk direct een gevolg van begin van dit jaar werd de railterminal afgeblazen. Toen dachten we zijn er vanaf, maar datzelfde weekend dat die afgeblazen werd, kwam het gedeputeerde weetjes al. Misschien zouden we daar voor ProRail wel iets kunnen gaan organiseren. En dan zou het spooremplacement van Arnhem-Oost zo hierin verplaatst moeten worden. En daar zou dan woningbouw plaats moeten hebben. En ik denk dat dat meer is dan de omgeving hier aan zou kunnen. Art heeft namens de burgerbelangen over Betuwe een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Art laat weten dat de gemeente zich afzijdig laat. De wethouder heeft me al gebeld. Die zei ook inderdaad dat hij al wel met de provincie in gesprek was. Maar ja, de provincie houdt zich op dit moment eigenlijk een beetje afzijdig. Ze hebben een bedrijf ingehuurd wat zal bekijken in hoeverre het hier mogelijk is. Er zijn vele nadelen aan dit plan van ProRail, laat Art weten. Vooral voor buurtbewoners. Ook het verkeer zou hectischer worden. Punt 1 is dat toch wel de aantasting van het gebied. Punt 2 is het geluidsoverlast. Punt 3 is de verkeersoverlast. Want dit smalle weggetje waar we hier staan, daar zou dan verschillende vrachtwagens overheen moeten. En het bezwaarlijke is dat men gebruik gaat maken van de milieu- en de vergunningsnormen die er voor de railterminal waren. En wij spelen liever hier op een open schaakveld dat we met de provincie zouden kunnen onderhandelen wat er zou komen. En niet de opgerekte eisen van de railterminal hierop van toepassing laten zijn. Mensen uit de buurt laten weten onrustig te zijn en nu al last te hebben van de plannen van ProRail. Nou, toevallig een van de fractieleden van mij die woont hier in de buurt ook, dus we zijn er vrij goed van op de hoogte. De buurt is echt weer volledig in onrust. En dat is ook de reden dat wij ervoor opkomen. En ja, het enige wat hier zal moeten gebeuren, de gemeente zal hier een bestemmingsplanwijziging moeten doen. En dan kunnen ze inderdaad opnieuw beginnen, ook opnieuw vergunningen aanvragen. En dan zullen ze geen gebruik kunnen maken van de vergunningen die nog liggen in het oude bestemmingsplan. Art hoopt dat dit maïsveld blijft bestaan. Hiervoor zal vooral een bestemmingsplanwijziging nodig zijn. De uitkomst hoop ik dat ze zijn. U ziet achter mij hier een prachtig maïsveld dat er over 10 jaar nog staat.